wachten is op de eerste score van Donar. Daar is die via Leon Williams. En de voorsprong voor de gasten. Maar daar doet Eke Keizer wat aan. Kevin. Dante Ingram met de schijnbeweging. Prima actie, Dante Ingram. Austin Luke. Kunis. Ingram bedenkt zich niet. Schiet de bal gewoon binnen. Matt Tibby. Verdedigd door Eke Keizer. Via het bord te scoren van Matt Tibby. Niels van den Einde, de jonge guard. En de score van Robbie Rogiers. Kevin Thomas tegen overhand, draait weg en scoort. Goeie actie, Dante Thomas. Daar heeft Antwerp geen succes. Daar de score van Dante Ingram. Hij krijgt nog een bonusvrije worp. Daar is het Austin Luke. Bal in één keer doorgespeeld door Brandwijk naar Ingram. Austin Luke. Wat gaat hij bedenken? Nog een paar seconden. Zo moet het schot komen. Dan is er een driepunter. En die is raak. Austin Luke. Lekker slot van het derde kwart. Bal gaat lekker rond. Komt bij Ingram. Rebound. Willem Brandwijk. En dan een slordigheidje van Brandwijk. Maar Antwerpen wellicht van kan profiteren. Een goed verdedigen weer van Donar. Er is geen ruimte voor het schot. Dus moet Smout het geforceerd doen. Heerlijke paas van Leon Williams. Ja, de vierde ontmoeting dus dit seizoen tussen Groningen en Antwerpen. Drie keer wist Donar te winnen. Maar nog nooit met deze cijfers. Wema. Fake. Van den Einde terug naar Wema. En de score van Wema. Goede aanval van Antwerpen. En slaagt Donar dan net afgelopen dinsdag in om de 100 punten te bereiken. Om de overwinning van Donar te vieren. Achterlangs de paas van Austin Luke op Thomas Kunis. Maar kijk dit nog eens terug. Daar achterlangs. Heerlijke paas. En de dunk van Thomas Kunis. Even blijven hangen aan de ring. Maar goed, eerst nog de return in Antwerpen komende maandag. Maar dat wordt een hele zware opgave voor Antwerpen. Opnieuw is daar Austin Luke met de drie punten. En zo eindigt de wedstrijd in 97-63. En dat wordt natuurlijk gevierd hier in Martini Plaza.